mee te maken. Dat ze zeggen is niet onjuist. Maar zij schrijft, Weber, zij zijn vaak lomp, grof, groot en het kleurgebruik is verre van subtiel. Dat schreef ze. Een van mijn eerste werken trouwens, in Rotterdam-Zuid. Nou, maar dat was toen helemaal niks, Rotterdam-Zuid. Dat was helemaal niks, was niks te zien. En ze hadden een plannetje gemaakt met allemaal dingetjes zo. En ja, ik zei, wel, dat moeten zo'n miljoens tussen die herrie daar en het water. Tot één groot gebouw. Nou, dat vonden ze een goed idee. Dus dat was zo gebeurd, die vorm. Het was een beetje een idiote grote vorm, maar het had te maken met het gebied en het geluid. Dat was een goed idee. Het is een heel vanzelfsprekend gebouw geworden, zo'n langwerpig gebouw. Mm. Alleen dat ronde was bijzonder, die hoek. Een hoek en het, ja. Het meest bijzonder waren de kleuren. Hoe werk je daar dan aan, die kleuren? Ja, dat is vrij simpel hoor. Er waren gewoon, die kleuren werden gemaakt door de fabrieken, die waren gemaakt in kleuren. Er waren kleuren kon kiezen. Er waren zes kleuren, waren gewoon niks meer te maken kon doen. Werden in de fabriek gemaakt. Nou goed, ik moet even een systeem hebben, hè, natuurlijk. Ja. En niet ingewikkeld, want die mensen moeten allemaal in de fabriek gemaakt worden. Maar kijk, het ziet er heel vanzelfsprekend uit. Zo'n element. En jij stelt het ook voor alsof het zou uit de fabriek komen kloppen. Ja. Maar dat was natuurlijk niet waar. Het werd in de woonwijken gebruikt. En ik zie eigenlijk, als architect zie ik gewoon eigenlijk keurig evenveel tegeltjes rondom dat raampje. Ik zie een betonnen kader rondom het raampje. En ik zie een betonnen kader rondom die tegeltjes weer. En dan een kitnaad, lekker dik. En dan die kitnaad die... Niet veel geld kost, ook niet. Nee. Mag niet veel geld. Nee, okay. Ja, nee, maar dat heb je wel allemaal uitgedokterd natuurlijk met je maat op kantoor, of niet? Ja, maar dus een paar uur werken, niet veel werk. Want die tegeltjes werden vacuüm gezogen in een mal. In een mal, horizontaal. Ja. En dan werd het beton gegooid. Ja. Dingen, alles totaal met kant en klaar weer opgeleverd. Het werd dus met de kozijnen in een hele rotse deun. Ja. En ik ben dan getransporteerd. Het was een groot kantoor, een groot bedrijf, had grote ervaring. Het was sommige gebouwen in Rotterdam die door hun waren gemaakt, onder andere door... Van Quist. Boopjes. Het Witte Gebouw. Ja, van Quist. Precies, dat water. Ja, die schuimelijn. Ja, precies. Met scheren van Zuid. Die was er al. Ja, die fabriek. Die kon nog maken. Die had die nog staan, die rotsen nog klaar liggen. En die heb ik toen gemaakt. Ja. Maar goed, de techniek van Quist heb ik toen gebruikt. Door die man in de fabriek. Ja. We gaan kijken nu dan. Hè. Ja. Wat kan ik ervan zeggen? Het spreekt voor zich. Het probleem was eigenlijk, de kleuren waren bekend. Het was niet een keuze. Ja. Het was bepaald. Dus er waren zes kleuren, vijf, zes keuzes. Alleen, hoe doe je dat daar? Dat was de grote grap. Hoe doe je dat? En dat was de grootste moeilijkheid. Hoe verbind je dat? Hè? Ja. Zo'n groot gebouw. Ja. Het spreekt voor zich. Ja, het spreekt een heel eind voor zich. Maar wat ik me dan bijvoorbeeld afvraag is... Er zijn architecten die... ellenlange studies maken over naden en nadenpatronen bijvoorbeeld. En jij slaat dat over. Jij zegt, dit is een consequentie van de gekozen techniek. En that's it. Daar zit een directheid in. Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ja, dat had mijn interesse niet. Nee. Maar... Dat had mijn interesse niet. Waar ligt het? Nee, ik vertrouwde wel in die aannemers, ja. Weet je, die weten hoe het moet. Ja. En in deze gebouwen
vooral die woningbouwers, die moeten er zo'n ervaring mee. Ja. Ik ga ze niet vertellen hoe ze moeten maken. Ik vertel ze alleen welke, hoe ze dat afwerken. Ja. Niet zo, maar zo. Nou, goed. Het interesseerde me niet zo heel erg hoe het gemaakt werd. Ja, maar waar zit, de interesse in de paperclip dan vooral in? Waar ligt dat in besloten? Nou ja, natuurlijk in die kleuren. Ja, de kleuren. En in de primair natuurlijk in de woningbouw zelf. Mm-hmm. Dat idee om het zo te doen en dan die woningen ja. Moeten goed in elkaar zitten. Ik heb in mijn land zeggen, vooral naar de woningen moeten in elkaar zitten. Mm-hmm. Dat, het gebouw is gewoon meer smal als het daar nog. Nou ja, de paperclip bijvoorbeeld is ook door bouweconomie gegeven. En dan lieten ze zien van, het tunnelsysteem en dan heb je een rondje en een ander rondje en die element. Maar ze lieten ook zien dat van de vorm, en dat was toen revolutionair, per beuk een pakket in plastic liet plaatsen. En daar zat alles in, de keuken, de binnenwanden, de kranen, de deuren. En, nou ja... Daar ga je aan voorbij, maar je zei net iets over, je organiseert die boel handig. En dat werd blijkbaar aan de andere kant goed herkend. Daar had jij niks mee te maken, maar... Nou ja, ik moet wel... luister even, voor mij was... tussen haakjes dan. Ik vond de techniek ook heel belangrijk, hoe het gebouwd moest worden. Weet je, daar wist ik veel van, hoe het moest bouwen. Ik heb net een boek gekregen. Ja. Nee, nee, vind jij wel. Ja, ik dacht dat je dat had. Een superboek. Ja. Daar wordt over mijn werk even geschreven. Net uitgekomen, ik moet net uitgekomen. Ah. Goed, het komt ook dingen voor. Niet aardig, overigens. Want ze vinden mijn werk eigenlijk verschrikkelijk lelijk. Oh. Een boek, ja. Oh. Maar ja, goed. Doet het natuurlijk. Er wordt tegenwoordig natuurlijk heel veel gedweept met het detail en zo. Ja. Het detail dat lijkt dus iets aan tegenwoordig voor iets wat een normaal mens niet begrijpt. Ik zal het boek pakken, het boekje over waar dit besproken wordt. Wat ze zeggen is niet onjuist. Maar zij schrijft, Weber, zij zijn vaak lomp, grof, groot en een kleurgebruik. Is verre van subtiel. Dat schreef ze. Maar goed, op het laatst schreef ze dat het toch wel aardig is. Dus, Maar, ja, die ken ik ook. Ja, dat is dat ding. Ja, dat is anders. Ja, dat is daarnaast. Ja, inderdaad. Ja. Maar nou zie ik opeens dat diezelfde tegeltjes zitten erin. En dan zit er naast elk tegeltje, ook weer een randje beton, maar dan ook weer een nepvoegje. Een verdiept voegje. Ja. Dus, dus toen dacht ik, die Weber die gaat uit zijn dak hier. Ja, andere sfeer had ik toen, hè? Andere jaren, god ja. Ja. Daar heb je gewoon zin in. Nee, want als je het aan een betonboer vraagt, dan gaat hij dat niet zo maken natuurlijk. Nee, maar dat kon ook gemaakt worden, ja. Nee, maar hier moet je een hele open zijk mee hebben gehad. Ja, ik zat er met een roze beton en al die profieltjes. Ja. Hier is het kleurenschema ook niet simpel. Daar moesten ze toch wel echt nadenken om die, al die struiken erop te krijgen. Ja, ja. Dus er moet toch een moment zijn geweest dat de auteur zei, jongens, we gaan het zo doen en niet anders. Weet je, ik werk zo niet, hè. Ik ontwierp altijd ontzettend snel. Ja. Dat deed niet lang over, hoor. Of niet, deed niet lang over. Nee, ik was er wel streng op, hoor. Als ik hiermee bezig was, moest het zo worden. Ja. Ik was er wel streng mee. Ja. Dat wel, dat was heel, heel snel gedaan, snel ontworpen, maar streng. Ja. Hier kon niet, mocht niet meer aankomen. Meestal had ik met dat werk weerstand, opdrachtgevers, welstandscommissie, waren meestal tegen, erg veel tegen. Maar ja, goed, ik zei jongens, het wordt echt zo, doe het gewoon zo. Niet zeuren, want het gaat niet door. Oké, doen we. Dus ja. Ik was er wel mee bezig, maar het kon me ook niet zoveel schelen wat het werd, maar als het dan wat werd.
Dat is ook altijd gewerkt. Ik kan me dat tot op zekere hoogte voorstellen, maar eerlijk gezegd niet helemaal. Ik denk dat je er een heel geconcentreerd punt voor nodig had. Om zo'n gebouw te kunnen maken. Ik bedoel, te kunnen ontwerpen. Heel trefzeker en geconcentreerd. En er ook verzekerd van te zijn dat het daardoor niet meer veranderd kan worden. Daarna niet meer veranderd kan worden, bedoel ik. Dus dat je zoiets in een korte periode tot stand kunt brengen, dat geloof ik. Ja, gisteren. Maar ik denk dat je daarna een heleboel gezeik krijgt, zoals Hans ook zegt. Met welstand, met opdrachtgevers, met aannemers. En dan moet je dus heel standvastig zijn. Ja. En gevechten en politieke manoeuvres maken. En dat hoort er ook bij. Ja. Nou. Ik heb wel het gevoel dat ik altijd werkte met kennis. Ik wist wat ik deed. Ja. Ik wist hoe het moest en hoe het gebouwd kon worden en moest worden. En dat is altijd gelukt ook. Dus het is hetzelfde gezegd, dat kan niet. Het lukt altijd wel. Ook moet bij zijn, ik heb veel van de studenten geleerd ook. Ja. Ja. Dat is mooi als je de rest geeft, leer je veel. Ja. Dat is grappig dat je dat zegt, want ik een soort voorbereide vraag was eigenlijk. Het lijkt alsof je die gebouwen hebt kunnen realiseren door dat je een kennisvoorsprong had op het omveld. Jij wist iets wat andere mensen niet wisten. Jij had verstand van die liefhebtechniek. Dat schudde je uit je mouw. En het doet mij heel erg denken aan de Godfather van architectuur, Brunelleschi. Vergeet de architect heel erg, maar hij kreeg zeggenschap omdat hij iets wist wat anderen niet wisten. Ja. Dus daar lijkt het erg op. Ja. Dus bepaald naar Brunelleschi, het maakte niet uit hoe die koepel in Florence kwam. Wat vooral belangrijk dat er iemand was die kon. En vervolgens zijn pootstijl hield. Is dat het verhaal? Nou, in het algemeen weet ik snel wat ik wil. Weet je, als ik aan het ontwerpen ben, weet ik snel wat het moet worden. Dus ik hoef niet te lang over na te denken. Ik weet precies wat het moet worden. Het werk is meestal gebouwd. Het is ook meestal niet echt afgekeurd. Het merkwaardige is dat ik in het boek daar, wat ik ook niet realiseerde, tot mijn boek kreeg, dat op de een of andere manier werkte ik anders dan andere architecten werkten. Dat van vinden zij. Had ik ook nooit gerealiseerd eigenlijk. Ik denk vaak aan een collega van me, Herzberger. Mm-hmm. Die is heel anders. Herzberger. Die maakt dingen die niemand anders deed, weet je. Ik doe dingen die iedereen al wel gedaan heeft. Ik heb nooit iets nieuws gedaan eigenlijk. Ik heb altijd iets gedaan wat al bestond. Ik heb niet iedereen ooit iets nieuws bedacht hebben. Mm-hmm. Het enige wat ik heb gedaan is dingen die er waren, opnieuw georganiseerd. Ja. Dat is mijn gevoel. En Herzberger maakt iets nieuws. Ja. Ja. Want het verhaal gaat dat jij al die gebouwen die hier liggen, dat je die zelf met een pennetje tekende. Ja. En ik denk dat jij zegt snel, maar je tekende ze zelf. Ik tekende heel snel, tot en met definitief ontwerp. Ja. En dan ging het ontwerp ging dan naar de kantoor. Ja. En die hoort ze het uit. Daar kijk je niet naar. Zo doen we dan. Niet verder. Ik was een van de eerste die brieven. Ik kon eerst een van de eerste die in Delft die met de computer kon tekenen. Ja. Dat was het. 19 zoveel van 19, dat zal het zijn. 47, 45. 1990 of zo, denk ik. Ja. Dus ik had het kantoor nodig, eigenlijk deed. Ik deed al snel, s'nachts. Ja. Zo gebeurt het. Ik heb er nog wel een anekdote over. Ja, geen gang. Toen ik in Delft kwam, het eerste college was van Herman Herzberger. Het duurde 2,5 uur zonder plassen. Dat ging maar door. En 2,5 uur verder, en ik dacht, ik moest echt plassen.
toen zei hij, ja, dat is nog een andere architectuur, dat noem ik de inhumane architectuur. En daar weet ik niks van, en nu mogen ik gaan. Dus, nou, ik kwam vrij snel bij jou terecht. En je hebt hem wel heel erg geholpen, zeg maar, door het vlak. Is het heel simpel voor te stellen, ja, als, zeg maar, discipline. Maar wat je ook deed, was verwijzen naar andere tradities, die in Delft gewoon niet werden aangeboden. Je mocht niet voor 1920 kijken. Dus Berlage, daar stond een lijsttaf op. Ja, 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 ja. En dat deed je allemaal wel. Nee, goed om te horen. Ja, dat vond ik. Als je interviewt met Weber Leens, dan kom je vaak zelf verhaal tegen. Dus ik bel graag op die bibliotheek en zo. En op de papertje. En waar je dan graag over hebt, is dat je op een gegeven moment van mijn boek tegenkwam. En dan zie ik ergens in een zijlijn staan dat je ook nog studentenassistent bij Zwiers bent geweest. Nee, bij Zwiers niet. Wie dan? Ik was assistent bij afdeling Boetseren. Oh, daar was ik assistent. Oh, ik dacht bij Zwiers. Nee, bij Boetseren. Nee, okay. Daar heb ik heel lang gewerkt, Boetseren. Ik was goed in Boetseren blijkbaar. Daar was ik assistent. Okay. En tijdens een studie. Ja. Yeah. Dat is zaterdag in Boetseren. Vorm. Vormgeven. Vond je lekker? Ja, ik vond er goed in. Ja, zeker. Ik was er goed in. Ja. Ik was goed in Boetseren. Ja. Ik was een goede student, eerlijk gezegd. Maar dan kon je dingen doen die in de architectuur niet kon. Nou, nee, dat niet. Ik was altijd architectuurgericht wel, hoor. Ja. Ik ging andere dingen als gewoon gebouw, kleine gebouw, die maakten de studenten. Ja. Van den Broek heb ik hem afgestudeerd, dus van den Broek heb ik veel geleerd. Eigenlijk, hij zei niks, maar ik heb veel van hem geleerd. Wat dan? Ja, helderheid. Het is een gebouw van de groep van den Broek. Maar? Jong en ik heb het tegen elkaar gezegd, ik vond de Broek een hele goede architect, maar ook een Gaat en Hendrik. Nee, maar goed, je had in die tijd ook dit. Van wie is dit van je? Van Berg? Nee, van Berghoef. Is dit Berghoef? Oh, dit is Berghoef, oké. Ja. Ja. Wat vond je nou van zo'n man? Hè? Vond je van zo'n man? Van hem? Ja. Ik was niet geïnteresseerd in eigenlijk, hoor, niet echt geïnteresseerd in. Ja, maar er is een hele show van gemaakt, dat die Delftse school en zo, dat kon helemaal niet. Ja. Maar hoe kijk je daar naar? Ik heb hem altijd van afstand gehouden met die dingen, hoor. Delftse school enzovoort, de zin met die bal. Ik was echt bezig met de moderne architectuur. Dus ik vond hem al, die vond ik al een beetje ouderwets, deze meneer. Mm-hmm. Ja. En dit is toch niet zo? Dit is toch niet zo modern? Nee, dat is later. Dat was ontstond toen, hè? Wat is dat dan? Ja, noem je het er weer? Dan bepaalde naam van dat. Ja, ik zou zeggen postmodernisme. Postmodernisme. Ja. Of dit is wel. Oh, dit ding heb ik gehad. Dat is duidelijk. Heb niks aan de hand. Het is gewoon een beetje raar gebouwen. Ah, het is best wel een heel erg raar gebouw, toch? En wat me nou zo bezighoudt daar, Karel, dat is, je hebt dan ook nog die hoekjes een beetje afgesloten. Dus die hoekjes, dus niet, ik heb het niet over de panelen zelf, maar over de vorm van, het is niet een rationele kubus, maar even kijken. Je hebt knikjes in dat gebouw gemaakt. Ja. Hier, kijk, die daklijn die loopt niet rechtdoor, maar dan maak je even een knikje in. Ja, dat zat gewoon in dat zat gewoon beneden. Nee. Heb je niet bedacht. Jawel, dat heb jij wel bedacht. Ja, komt van beneden, komt van beneden. Dat is een knikje in de... Nee, dat geeft niet. Ja, maar dat is toch... Ik kon niet anders. Nee, daar geloof ik helemaal niets van. Dat heeft maar niet ontworpen. Het is gewoon een knikje in de vloer. Die zit er gewoon in. Maar ik heb er meer ontdekt. Ik bedoel, zo'n kroonlijst die je daar aan hangt.
Dat is ook niet rationeel. En de plint is ook niet rationeel. Dus dat zijn toch zijn statements. Ja. Ja. Ja, dit is ook wel een raar. Die hele kleuren zijn raar natuurlijk. Prachtig, prachtig. Maar dat wilde ik in dit geval iets speciaals. Omdat het voor studenten bedoeld was, moest het ook een beetje irriteren. Ja. Het moest de omgeving irriteren, de studenten die moesten irriteren, dat was het idee ervan. Het moest niet mooi zijn, het moest irriteren. Ja, ja. En dat is gelukt. Ja, dat denk ik ook. Ik heb eigenlijk, in het algemeen heb ik in die zin pech gehad. Dat was in die tijd zo. Als ik had gewonnen, die prijsvraag voor de nieuwe Biep. Biep. Dat ik een hele andere opdracht gekregen had. Dan kom je zelf daarin terecht. Ik kom in die woningbouw terecht. Ik ben van die woningbouw. Ben blijven hangen. Maar je kan ook zeggen dat je dan veroordeeld was tot het maken van allerlei dorpsbibliotheken. Dat zie ik jou ook niet echt doen. Nee, dat weet ik ook niet zeker. Dat... Nee, want die bibliotheek in Rotterdam, dat ging al ergens over. Ja. Maar daarna krijg je woningbouw bij de Vleet die ergens over ging. Ja. Nee, ik heb ook geen spijt van hoor, maar daardoor heb ik alleen maar woningbouw gedaan. Bijna alleen woningbouw. Behalve de gevangenis. En de metro's. En de metro's, ja. Hoe kom je daar dan opeens aan? Dat kwam doordat ik In Briederom. Die woon ik. Ja. Met een ontwerp voor een nieuw station in Amsterdam. En dat heeft toen indruk gemaakt bij de Rotterdamse, die daar werkte. Dat kan niet meer worden, ook al onzin. Zo is gegaan, via dat ding gegaan. Maar je krijgt die opdracht eigenlijk vrij direct naar de Briederom. Dat klopt ook wel. Ja, dat was aan de Briederom. Ja. Oké, okay, dat heeft gewoon een hele tijd geduurd. Het heeft gewoon een hele tijd geduurd, die metro. Want, ja, het duurde heel lang. Ze zijn pas in 85 opgeleverd, zie ik. Ja, het duurde heel lang, maar ik heb er heel lang aan gewerkt ook. Dus ik was plots in de stationsbusiness terechtgekomen. Ben je er wel eens terug geweest? Waar? Die metro's? Ja, regelmatig. Ja. Ga kijken. Ja, ga kijken. Nee, ik ga even kijken. Ja. Ik ga even langs. Ik vind het wel leuk te zien. Het is alles steeds, hè? Ja, ze doen het goed, hè? Ja, precies, ja. Ja, nee, van, gaat goed. Ik heb er plezier aan gewerkt in dit ding. Nou, dat staat vooral. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het nog steeds goed hoor. Dus, het is goed gelukt. Ja, ik wil het veranderen. Ja, dan ga je gang, maar... Ja. Maar goed, in ieder geval dit. Ik zei, ik heb een schetje gemaakt. Ik zei, nou, als je het anders... Mag wel maar een hooggebouw opzetten, gewoon een hooggebouw. Dan ging ik wel. Maar zeg maar, de brave Hendrik in Weber, die heeft wel besloten om hier echt een heel publiek gebouw van te maken. Als je ervoor staat, dan het is gewoon een metrostation, gewoon punt uit, klaar. Ja. En tegenwoordig worden al die metrostations en andere stations, ja, ik weet niet waar die op lijken, maar niet op stations. Nee. Dus het is gewoon, een station is een station is een station. Ja, het is waar. Dat is ook zo. Ja. En natuurlijk was het dorpje, hè, was toen een dorpje. Ja. Dat moet een beetje een station zijn. Hè. Ja. Dat was een beetje een beetje te groot eigenlijk. Voor de buurt, maar goed. Ik heb even gebeld met Laura. Ja, ook Laura. Ja. Ik kijk een beetje. Laura zei, Durand is de grote held van Karel. Wie? Durand, ja. Dat was natuurlijk ook eigenlijk een brave Hendrik, die heel erg vanuit zeg maar, de revolutie dacht en vond dat publieke gebouwen publiek moesten zijn. Dus je hebt ooit een heel instituut willen oprichten. Met Durand, ja. Het moet iets zijn wat je erg appelleert aan Durand. Want dat was in Delft niet een... Dat was niet, dat was iets wat wij ontwikkeld hebben. We hadden toen een groep mensen, studenten,
die waren geïnteresseerd in die dingen die we in Delft niet leerden. Wij deden altijd dingen die in Delft niet werden geleerd, deden we zelf. Dat deden we niet elke week, maar zeg maar om de twee weken hadden we toch een bijeenkomst, waar we s'avonds misschien een nacht doorwerkten om dingen te onderzoeken die we in Delft niet kregen in de studie. Maar onder andere Durand. Ja. Ik heb meer geleerd buiten Delft dan in Delft. Ik zeg meer buiten de universiteit dan van de Broek. Waar dan? Huh? Waar dan? Met elkaar. Met elkaar. Met elkaar. Ja. Met elkaar, weet je. Ja, met elkaar dingen aan de orde stellen die we in Delft niet kregen. Ja. Ja, veel van geleerd. Maar die Durand dan? Wat was er nou zo speciaal? Durand was natuurlijk een moderne man. Ja. In die tijd, moderne architect. Ja. Ja. In de 13e, in de, wat is het, 18 zoveel. Ja. Ja, nu wel. Maar moderne man. Ja. 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 Die gingen zover dat je niks meer, daarna kon je niks meer doen. Weet je, als je dat doet, kun je geen stap meer verder. Weet je, is alles uitgeput. Ja. Dat vond ik wel interessant. Dat vind ik knap. Huh? Dat vind ik knap. Ja. Het was zo uitgebreid. Je kon niks meer, je kon meer op. Dan moest je iets anders gaan doen. Dat was ongeveer met dit ding ook wel. Laat me zeggen, met dit, ik dacht toevallig aan dit onderwerp. Dit. Als je hier mee bezig bent, in die tijd, in dat spul, ja. Maar moet je dan nog meer gaan doen, weet je? Dan moet je dat nog doen. Dat zie je ook wel nu een beetje, weet je? Als ik naar nieuwe spul kijk, die weet je ook niet wat ze moeten doen. Nee. Tegenwoordig, eigenlijk zit een beetje vast. Ja. En de enige oplossing is terugvallen naar traditie, naar de traditie. Mm-hmm. Kan niet anders, mm-hmm. Naar traditie vallen. Maar op een raadsachtige manier is het ook een brave Hendrik, want zijn werk gaat ook over kosten, rationaliteit. Ja, precies. Rationeel, ja. Herhaling, symmetrisch, regelbaar. Ja, dat was ik ook voor. Ja. Dus die tijd die ik doorgemaakt heb, ik ben ongeveer de laatste architect geweest van die periode, van de laatste 100 jaar, vanaf die eindigt ongeveer 1980 voor altijd, eindigt het. Je zegt in 1980 eindigt alles. Ja. Precies wat er dan verandert? Hm? Wat verandert er dan precies? Nou, de architectuur verandert dan. Ik denk dat dit ding ongeveer het einde is van een tijdperk. In dat geval. Een tijdperk van wat? Van prefabben. Van prefabben. Van prefabben. Van grootschalige woningbouw. Van recht toe recht aan. En daarna raak je een beetje de kluts kwijt. Dat zie je ook om je heen gebeuren. Het kwijt. De Kano is de eerste die iets anders ging doen. Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Nou, er is eigenlijk niks bijzonders uitgekomen, vind ik. De Kano. De eerste gebouwen die ze gebouwd hebben in Den Haag, in Rotterdam, naast het Kruisplein. Een leuk gebouwtje, een keurig gebouwtje. Goed gedaan. Maar daarna. Waar zit dat in? Netjes. Ja. Netjes. Hey, en het bureau van Koolhaas, OMA. Ja, dat is wel iets anders natuurlijk, hè? Een andere koek. Ja. Dat is niet zo netjes, hè? Nee, is een ander boek. Dat is wel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja. Dat kan je anders zeggen. Dat is bijzonder. Dat is wel sterk, hoor. Ja, dat is sterk. Ook niet echt Nederlands. Ik kende hem al heel veel vroeger al. Ik kende hem toen hij nog geen architect was. En toen hij architect wilde worden, is hij bij mij langsgekomen. Hij zei, wat moet ik gaan doen? We zijn gaan eten samen ergens. Ik weet nog precies. Een café tussen Delft en Rotterdam in. Een cafeetje daar. We gaan eten. Ik zei tegen hem, ga naar Rotterdam. Niet naar Amsterdam, ga naar Rotterdam. Dan moet je gaan werken. Dus je gaat doen. De beste van allemaal.
Als je nou het gebouw van de Koolhaas hebt, welk speciaal? Ja, dat ding is wel goed. Ik denk, Rotterdam staat dan staat de stad. Wat je eigenlijk nog ziet op de tv. Ja. Dat ding via die hoogte is een goed ding. Ja. Goed ding. Ik dacht toevallig gisteren nog. Toen ik keek, dacht ik, ja. De Rotterdam. In Rotterdam. Ja, schilder in Rotterdam. Ja. Deze zo, ja. Het is een van de betere in Amsterdam. In Rotterdam. Heel goed. Ja. Fantastisch ding eigenlijk. Maar ik vind het een knokgebouw. Ja, een knokgebouw. Het staat er goed en doet het goed. Het mooie van hem is dat hij heeft eigenlijk niet zo'n eigen stijl, hè? Hij heeft eigenlijk, hij maakt gebruik van bestaand spul. Dat verbouwt hij een beetje. Spul van de staat, dat verbouwt hij die in Amsterdam. Dat ding, het laatste ding, het hoge ding in Rotterdam, is wel vrij bijzonder. Om die gebouwen in elkaar aan te zetten en dan toch één gebouw maken, dat vind ik wel heel bijzonder. En dat hotel bijvoorbeeld wat hij heeft gemaakt in Amsterdam, die driehoeken zo op elkaar? Oh, die! Ja, verbaasd me, dat ding. Ja, sorry, als je eronder gaat staan, ja verdomd, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ik wist niet, van een bas naartoe gereden als hij dat zegt gewoon wauw, joh. Hij zegt van Koolhaas, shit, dat gedacht. Ja. Ook bijzonder, ja. Ook bijzonder? Ja, bijzonder gebouw. Dat is toch flauwekul? Nou, dat is flauwekul, man. Voor elkaar te krijgen daar. Nou ja, veel staat van elkaar door. Nou, het is niet makkelijk hoor. Het is eenvoudig. Het lijkt eenvoudig, maar het is niet eenvoudig. Maar je kan ze ook fit krijgen van een driehoekig. Jawel, maar zo moet je ook niet kijken naar die dingen. Het moet nooit vergelijken met andere dingen. Dus, Durand is Durand, niks als de universiteit. Dat is nou weer anders. Ik zou wel opnieuw willen beginnen nu eigenlijk. En dan? Wat zou je dan doen? Weet ik niet. Oh. Waarom eigenlijk? Ik zeg ook mensen, je moet niet, ga geen bouwkunde studeren, moet je niet gaan doen. Want bouwkunde studeren in twee jaar heb je het gehad, weet je, dat bouwkunde. Als je een beetje onder de technische kant hebt geleerd, de eerste 3 jaar, heb je dan nog 1 jaar heb je genoeg gehad. Daarna ga je het herhalen. Als ik kijk wat ik de laatste 3 jaar in Delft gedaan heb, is dat hetzelfde werk. Gewoon steeds beter. Maar niks nieuws. Dus na 5 jaar wil ik dat misschien eigenlijk. Maar even kijken, want dit snap ik niet helemaal. Want nee. Nieuw maken is eigenlijk volgens jouw credo niet helemaal niet nodig ook, hè? Toch? Want je maakt geen nieuwe dingen, je herhaalt dingen. Dat is ook zo. Ja. Gebouw, ja, de acteurs met alles zo, denk ik. Ja. Met alles zo. Het is een stapeling van vernieuwing en van verbouwing. Het is, als ik een oud gebouw zie uit Italië of Griekenland, mm-hmm. Oud gebouw is ook interessant. Ja. Dan moet je reet uit of het oud of nieuw is. Interessant. Mm-hmm. Dus het hoeft geen nieuw gebouw te zijn, dus ben je overheen, hè? Alles is interessant. Ja. Als het maar goed is, ik weet niet of het goed is, maar ben je geïnteresseerd, ja. Dus, daarom, ik zou zeggen, je hoeft niet op bouwen te gaan studeren. Iets anders gaan studeren kun je toch doen. Studeren. Maar je moet tegenwoordig een diploma hebben om architect te worden. Ja, dat vond ik belachelijk. Nou ja, ik heb in Delft, ik mocht 7 jaar studeren, die heb ik volgemaakt. En moest er nog stage lopen, dus toen kwam ik bij Meccano te gaan. Oké, Meccano, ja. En dan ben ik blijven werken tot ik afstudeerde. Maar ja, dat klopt wel iets van wat jij zegt, want na 3,5 jaar had ik het al gezien eigenlijk in die school. Dus toen ging ik daar werken en daarna een beetje afstuderen en vormstudie. En zo, het ja, was eigenlijk een gekke supermarkt eigenlijk. Nee, ik heb ook zo gewerkt. Dus ik ben ook heel gauw bij Goosman gaan werken. Eerst assistent, Ik ben gaan werken daar. Ik heb bij Goosman heel lang gewerkt. Ja. Tot mijn afstuderen. Veel geleerd bij Goosman. Ik kon bij Baakman werken, maar had ik geen zin in. Ik ben van de boek bij Baakman geen zin in. En dan moet ik die. Goosman was een beetje vrijer, kon alle kanten op. Ik zou het opnieuw willen doen. Ik zou het weer leuk vinden. Ja. Ik zou niet weten hoe het moest, maar. Zou ik wel even erg leuk vinden. De wereld verandert, heb ik de indruk. Is aan het veranderen. Als je tv hoort.
Er zit beweging in. En welke kant? Jong genoeg. Ik wou nu 30 was. Ja. Dat wil ik vinden. Volgens mij verandert het ontzettend de komende 10 jaar. Ik weet niet zeggen hoe, maar... Nou ja, er staan wel dingen onder druk, dat is wel duidelijk. Maar de vraag is of de architectuur heel erg verandert. Ja, dat is wel verandert. Ja, kijk, de jonge Weber, die zou met duurzaamheid te maken hebben. Ja. Ja, dat vind ik interessant. Dat vind ik zo getrut. Dit is toch duurzaam, wat we hier zien, of niet? Dit gebouw, van jou? Het is heel duurzaam. Het gaat nog steeds overeind. Het is heel duurzaam. Het gaat nooit kapot. Nee, maar als ik nou 30 zou zijn, of zo. Nee. Als ik nooit zou beginnen, ik zou de zaak op zijn kop zetten weer. Ja. Absoluut. Wat zou je doen? Ja, dat weet ik niet. Ik zou niet weten. Ik weet niet wat ik zou doen, maar ik zou het anders doen. Wat er nu gebeurt, moet je niet doen. Het is zo belachelijk wat er nu gebeurt, vind ik echt. Ik zie wat er binnenkomt, jongens. Ah, jezus, jongens, waar zijn we mee bezig? Wat een getrut. Het kan niet met zo'n weer. Zo'n weer moet iets anders hebben. Er moet iets meer, toch meer achter zitten dan wat ze aan het doen zijn. Zo. Al die mensen met een probleem.